Hallo allemaal. Hallo. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik weer met Michael rijden op Tinky. We gaan naar het veldje, want het is heel mooi weer. Dus we gaan lekker op het veldje rijden. Het is al meer dan een jaar geleden dat ik op het veldje heb gereden. Dus ik hoop dat het een leuke video wordt. Vast wel. En hoop dat Tinky er een beetje zin in heeft. Dus veel plezier met kijken. Hey. Kom op. Ik heb mijn bakje met voer weer voor Tinky. En we lopen nu naar de Amnesia. Het is heel mooi weer. En dan ga ik even Tinky op zaterdag poetsen. Want het maakt me niet binnen nog steeds van corona. Het is al de derde keer deze week dat ik ga vloggen. Maar ik ga naar binnen. Nou, ik ben op de Amnesia. Hoi Tinky. Hallo. Hoe is het met jou? Lekker naar het veldje, gaan we rijden. Pak de tank. Lekker eten van Tinky. Eten. Ja. Oeh. Alsjeblieft. En een beetje voor Sammy. Astu. Nou, dan ga ik even spullen halen van Tinky. Nou, ik ben bij mijn kast en ik ga met mijn Rambo Miklum hoofdstel. En ik doe het paarse dekje om van Escadron. Dus, en dan even alles pakken. Kunnen we Tinky klaarmaken. Nou, Tinky staat daar. Ga ik even haar deken afdoen en dan gaan we even poetsen. Want ze zit natuurlijk wel lekker onder het stro. En dan gaan we naar de auto waar Michael is. En dan gaan we naar het veldje toe. Ja. Yeah. Michael ook op je rijden vandaag. Ja. Yeah. Ik heb er wel heel erg zin in met buiten rijden. Ik heb eigenlijk deze week alleen maar buiten gereden omdat het heel lekker weer is. En vandaag even op het veldje dan. Dus mijn weekvakantie wordt wel goed gebruikt. Ja. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer. Nou, Tinky is opgezadeld, dus dan gaan we nu lekker naar buiten. Nee, wacht. Zweepje pakken. Kom naar buiten, paard. Ja. Nou, het is in de winter rijd ik natuurlijk nooit op het veldje, want dan is het natuurlijk best wel nat en zo. Maar het is nu droog. Het is dan de hele tijd lekker weer op zich, dus we kunnen lekker in het veldje. Dus ja, het is gewoon echt de derde keer deze week dat ik al vlog. En maar goed. Maar we hebben er zin in, ik denk. Alweer lekker naar buiten, want ik heb deze week vakantie. Want ik, nou ja, ik werk in de keuken en zorg dat wij zijn gewoon open. Maar ik had een week vakantie genomen. En ik neem nooit extra vakantie. Doe ik dan een keer. Dus we hebben een virus in Nederland. Top, maar goed, het is niet anders. Ik kan gelukkig wel nog lekker naar buiten. Dus we vermaken ons deze week wel. Dus ja, ik denk. Dus, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Nou, we staan op het veldje. Michael is aan het bellen, dus ik ga naar vast, want ik ga sowieso eerst even rijden dan.
Het is heel lekker weer, gelukkig. Dus ja, ik geef een lekker warm stappen en draven galopperen. Ja, gewoon een beetje wat dingetjes doen. En dan gaat Michael even rijden en dan zijn we klaar. Dan misschien dat hij straks misschien nog wat stukjes wil filmen. Ik weet het niet, want hij is natuurlijk aan het bellen. En ik weet niet hoe lang hij aan het bellen is, maar ja, zullen we wel zien. En anders film ik gewoon wat stukjes van hem. Dus het komt wel goed, denk ik. Dus ik hoop je met kijken. Ik ga even losrijden. Hey baby, I gave you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer. Nou, ik heb net lekker op Tinky gereden en Michael is daar nu aan het rijden op Tinky. En ja, ik heb eigenlijk vooral geoefend met gewoon rechte stukken, zeg maar. Omdat je nou niet in de bak bent en dan kan je dat ook oefenen met het gewoon rechtgericht blijven lopen. En het ging best wel goed eigenlijk. Dus ik heb even lekker half uurtje gereden en dan gaat Michael nog even een kwartiertje ongeveer en dan stappen we weer terug. Dus ja, ik ben tevreden. Michael heeft nog wat stukjes gefilmd, zag ik. Want ik zag ineens dat hij de camera had. Dus ik dacht, yeah, gelukkig. Dus ik ga nu nog even een paar stukjes van hem filmen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij straks nog even weer gaat draven. Maar het gaat hem best wel goed af. Hij loopt al helemaal daar. Waar is hij? Zie je dat? Oh, plekje daar. Dus hij gaat ook best wel ver van me weg eigenlijk. Dus ja, ik ben trots op ze. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer. Nou, Michael heeft net al Tinky gereden. En wat vond je ervan? Nou, het ging wel goed. Beter dan de vorige keer, in mijn gevoel. Maar... ja, het ging best goed eigenlijk. Ja. En we hebben nog een stukje galop geprobeerd. Alleen toen moest ik ernaast rennen, dus ik kon niet filmen. Dus we hebben ook een stukje galop gedaan. Dat vond ik een stuk enger, maar oefening waar het kunt. Ja. Dus nu lopen we weer terug naar het manege. En dan mag ik lopen. Oei. En Tinky heeft goed haar best gedaan. Zo, steeds hier. En we lopen nou weer richting de manege. En dan kan ik eens weer lekker alleen naar binnen. Dat is kut, ik wil het alleen doen. Ik wacht op een autootje. Ja, huilen. Ik heb de hoefjes uitgekrapt van Tink. Dan mag je naar je stal, twa. Goed zo. Ja, allemaal musli, want je eet altijd zo lekker slow. Hey. Hi, schatje. Ja, dat je best gedaan. Alsjeblieft. Ik wil deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dat het wel weer leuk was dat Michael dat ik weer ging rijden met Tinky.
Dus ik heb deze week al 3 keer gevlogd, ik denk. En ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden, dus het is allemaal een beetje veel. Maar ik heb nu natuurlijk vakantie, dus ik heb nu alle tijd om best wel wat te filmen natuurlijk. Dus tot volgende week. Doei doei. Doei doei.